Vanochtend was het dan zover. De kaartverkoop is gestart voor de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Vanaf 10 uur kon je online je kaart kopen of vanaf 12 uur bij het Goffertstadion. Dat zorgt al vroeg voor lange rijen. Voor nu kunnen alleen seizoenskaarthouders een ticket bemachtigen. De bekerfinale vindt plaats op 21 april in de Rotterdamse Kuip. En vanmiddag waren er al ruim 7000 kaarten verkocht. Het festival We Love the 90s, dat ieder jaar 1 augustus in het Nijmeegse Goffertpark plaatsvindt, verhoogt de ticketprijzen. Voorheen waren tickets vaak via een kleine omweg voor 1 euro te verkrijgen, maar de organisatie liep hierdoor tegen steeds meer problemen aan. Afgelopen editie werd daarom al geld gevraagd voor toiletgebruik, maar dat kwam de organisatie op veel kritiek te staan. Ik moet fucking 4 euro betalen om naar de wc te mogen. 4 euro? Ja, ja. Vanaf komende editie zijn de toiletten daarom weer gratis, maar zullen de tickets 15 euro kosten. Zo kan de organisatie alsnog grote namen op het adviesje zetten. Voor deze zomer zijn dat onder meer Paul Elstak, 24/7 en T-Spoon. Er is een oplossing voor de voormalige kerncentrale in Dodewaard. Het Rijk koopt de centrale voor een symbolisch bedrag van 1 euro en geeft de centrale vervolgens weg aan de Zeeuwse afvalverwerker Covra. Het bedrijf wordt dan verantwoordelijk voor de sloop. De kerncentrale in Dodewaard was de eerste kerncentrale in Nederland, maar is sinds 1997 niet meer in gebruik. De huidige exploitant had niet genoeg geld om het gebouw te slopen. De kosten hiervoor worden geschat op zo'n 347 miljoen euro. De sloop van de centrale gaat naar verwachting zo'n 10 jaar duren. De actiegroep Over Betuwe Over Belast heft zichzelf op nu de aanleg van de rail terminal bij Valburg definitief van de baan is. Is de actiegroep ook niet meer nodig, zo zeggen medeoprichters Koos Nijssen en Jeroen Kolkman. Een feestelijke borrel deze vrijdagavond in Valburg is de laatste activiteit van de Belangenvereniging die zich jarenlang verzet heeft tegen de komst van een overslagpunt voor containers langs de A15.